extra zuur dat juist die plek van de mensen waar ze tot rust zouden kunnen komen, nu dan zo verwoest is. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ze woonden nog maar net. Ja, consternatie en een flinke ravage in Oosterbeek. Daar reed een auto een woning binnen waar sinds kort vluchtelingen waren ingetrokken. De auto heeft de voormalige kosterswoning net naast de Vredebergkerk in Oosterbeek flink verwoest. Maar al wordt de woning in de toekomst gesloopt, nu wordt die bewoond door vluchtelingen. Sinds een week zit er een Oekraïns gezin is daarin ondergebracht. Het is wel extra zuur dat juist die plek van de mensen waar ze tot rust zouden kunnen komen, nu dan zo verwoest is. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ze woonden nog maar net. De achterkant van het pand aan de Van Toulon van der Koogweg stond leeg. En de vluchtelingen die aan de voorzijde wonen kwamen met de schrik vrij. Hoe het kan dat de bestuurder het gebouw ramde is nog niet duidelijk. Er zaten 3 mensen in de auto. De bestuurder is ongedeerd, degene die ernaast zat is ongedeerd. En degene die achterin staat is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zo te zien lichte verwondingen. Het gebouw moet gestut worden om instorting te voorkomen. De vluchtelingen zouden er een jaar blijven wonen. De vraag is of zij vanavond terug kunnen. Ik hoop het wel.